Goedemiddag allemaal, we zijn hier vandaag met Robin Prupper, Rick van Wolfswinkel, Lars Oevenstaal en voor degenen die me niet kennen, Miesje Flap. We doen vandaag de kerstspecial 20 seconds. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, maar we gaan zien wie de beste zijn. Rick hier samen met Robin en ik mag genoegen nemen met Lars Oevenstaal. Ja, dit is toch helemaal een special. Wie heeft de meeste goals gemaakt? Ricky. Hoe noem je dat? Goalgator. Nee, goalscorer. Ja, goed zo. Wie is onze tweede keeper? Titi. Goed, ja, goed. Waar zitten we nu in? Grootsgevesten. Nee, stadion. Hoe noem je dit? Deze? Skybox. Goed zo. De bondscoach van Nederlands elftal? Louis van Gaal. En als de wedstrijd klaar is en we hebben nog 8 minuten. Oh, staat er Titi? Ja, staat zeker. Ja, Titon. Nee. Maar ja, bro, dan moet hij die wel. En staat ook zo prettig slaaf van die dingen. Ja, maar bro, dan moet hij die hele voornaam gaan doen. Titon. Dan moet hij de hele voornaam. Resnislav Titon. Ja, daar hebben we geen tijd voor. We hebben alleen 30 seconden. Resnislav. Gaan we dit doen? We hebben alleen 30 seconden. Gaan we dit doen? Oké, nee, is goed. Hé, weet je wat? Hij heeft Titi gezegd. Het is kerst. Wie is Titi voor de kijkers? Dit is top. De kerst komt eraan. Maar het is wel, je moet wel echt de hele naam zeggen. Titi is dan te makkelijk. Ben ik de moeilijkste niet in. Is goed. Prima. Zo. Hey! Aan de kaartje! Bijnaam van Mika? Kleine Dreumes. Juist. Dit is normaal de pitch. Ja. Ja, maar er staat geen veld. En die hebben ook in bij Heracles hebben ze. Kunstgrasveld. Juist. Waar wij trainen? Dat is de Fanny Bugget Koen. Ja. De stadion. Juist. Met Nick doen we het na de wedstrijd. Even condoleren. Condoleren? Er stond geen veld, het stond kunstgras. Oké, oké, oké. Maar wat was die andere? Pursklef, nee, zit in het veld. Precies. Maar ik heb geen FBK gehoord. Nee, ik ook niet. Fanny Blanke Schoen. Maakt me niet uit, er staat FBK. Ja, dat past niet op het papiertje, Pikkie. Nee. Nee, maar professor, wat is dat? Niet om wel. Het biertje zit er vol. 1, 2. Die mensen die het veld goed maken? Veldmeesters. Veldmeester. Andere woorden. Grasmaaier. Grasman. Volgende. Ja, volgende. Zit dat goed? Daar staat die. Hoe het staat in de wedstrijd. Hangt daar boven. Wat? Stadionspeaker. Dat is grasmeester. Dat zeg ik. Nee. Nee, het was allemaal een grasmeester. Je zei alles. Ja, alles maar. Oké, waar zitten onze fans? Vak B. Dit is een? Stadion. Oké, onze assistent-trainer? Met helm. Van Dinteren. Jeffrey de Visser. Met helm. Als je een bal niet tegen je been krijgt, maar tegen je... Kop. Kopbal. Nee. Ander lichaamsdeel? Arm. Ja. Handsbal. Ja. Mooi, netjes. Echt goed gedaan. Ballen net. Echt heel goed gedaan. Ballen net, bestaan niet. Hé, wacht, hey, ik bepaal mijn eigen tijd. Ja, daar gaan we. De beste Nederlands voetbal alle tijden. Ja, nu ben ik benieuwd. Van Barcelona en zo, die onze legacy heeft gemaakt, hè? Noem maar op. Johan Cruijff. Onze Algerijnse nummer 6, onze Algerijnse nummer 6, hoe heet die? Dat weet ik, man. Onze Algerijn nummer 6. Onze? Ja, ja, voornaam. Ramis. Oké, wat zet hij op het veld neer? Bouw. Iets anders, zet hem neer om openingen mee te doen. Pion. Ik wil wisselen! Johan, je moet rustig praten. Ik wil wisselen! Ja, geen idee, je moet wel hem juist rustig praten. Hij wil naar Frans Becker. Ja, maar dat kan niet als je dit spel speelt. Dat is wel waar. Ja. Maar wie dacht je aan de Nederlandse beste alle tijden? Geen idee, je ik ken niet eens een... Je mag ook gewoon Miesje Flap zeggen. Jij kent Johan Cruijff niet? Ja, toch, nu wel. Na dit spel. Zeker, maar ik weet niet of het voor iedereen de beste... Ja, nee, dat is interpretatie. Nederlandse voetballer... Dan heb ik het slecht uitgelegd, sorry Lars. Je kan ook naar die stadion, is toch ook Johan Cruijff Arena of niet? Wie? Johan Cruijff Arena? Ja, daar heb je gelijk in. Dan weet ik het misschien. Ja, je hebt gelijk. En niet het beste voetbal. Je moet het gewoon beter uitleggen. Man. Ja, daar heb je gelijk in. Ben ik het eens? Hij dacht gelijk aan Miesje Flap. Ja. Miesje Flap? Nee, Miesje. Jammer dat je dat niet zei. Onze krant, waar we, band, ja. Juist, waar wij drankjes doen na de wedstrijd. Spelen zo. Juist, jij maakt ze altijd vanaf 11 meter. Penalty. Juist, Richard is onze perschef, persvoorlichter. Juist, en dan hebben we nog, jij hebt het niet, ik misschien wel een beetje, iets rond, wat is dat? Waar we mee... Stop. Een bal. En dan, stop. Hoe je het ga verder, ga verder! Een beetje behandeld. Waar ging het over? Dan kan ik nog even verifiëren. Persvoorlichter. Dan spelen zo'n bal behandelen. Ik zei perschef en toen zei hij ja pers. Toen zei ik pers en toen ging ik door. Nee, je zei wel voorlichter.
Vierlijk. Ja, is cool. Ga weg. Ja, we hebben toch al gewonnen. Kijken. Kill, we zetten zo van ja. Kom maar. Daar ben je heel goed in na de wedstrijd. Heel goed. Boven in de spelerszone. Even een drankje doen. Ja. Maar hoe noem je dat? Dansen. Nee. Jij speelt na zitten. Eerste gedeelte van het veld. Bij de helft. Ja! Verder. Waar was die WK? Qatar. We gaan op trainingscamp. Costa Rica. Ja, maar die man die ons uitnodigde was. Brian Ruiz. Ja. Dat is goed gedaan. Sterk. Sterk. Ik vind die wel lekker hier. Koop. Ja? Hier komt weer de schuimkop. Kom een beetje naar boven. Mag ik? Oké, okay, let's go. We moesten daar melden bij de hoofdingang. Ja, dat noem je ook de? Entree. Nee, met de eerste letter van jouw naam? Weet ik niet. Oké, okay. Flap vind ik het heel leuk, scoren tegen Schalke. Vrij trap. Oké, okay. Barca speelde vroeger altijd. Tiki-taka. Bang, bang. Je hebt Bas Dos was altijd. Gooi je erin of Luke de Jong met Nederland zelf, dan komt erin als je. Spin zitten? Ja, en dan hebben we. Niet zo doen, niet over Duitsland nu. Wie heeft Duitsland uitgeschakeld op het WK? Ja, pap. En welke speler? Die scoren staat ook bij Groningen. Doan Rietsen. Ja, goed zo. Als we naar de wedstrijd gaan, ga je praten. Dat zijn allemaal journalisten, hoe noem je dat? Persconferentie. Goed zo. Als je wil die blessure niet hebben, 9 maanden, wat is dat? Kruisband. Goed zo. Ja. Als er het veld heel donker is, wat wordt aangezet om meer. Lampjes. Ja, en hoe noem je dat dan? Verlichting! Bloedlicht! Ja, jongen! Bloedlicht! Lichtmast! Bijna! Hij was even Duits, man. Ik denk dat jullie ze allemaal... Wie van jullie gaat hem vragen? Rob moet op. Nee, jij bent. Nee, jullie mogen zelf. Jij kan beter. Wat denk je? Maar jullie staan achter, hè? Twee puntjes. Ons materiaal, man. Jacob. Malky. Ja. Hoofdtrainer? Ron Jans. Waar gaan we heen nu, welk land? Costa Rica. Ja. We zitten nu in een regio. Enschede, Overijssel. Yes. En we gaan die hopelijk winnen dit jaar. De beker. En daarvoor? KNVB beker. Top. Helaas, hij moet even overnieuw. Hallo, we zijn schudden. Die laatste dag van overnieuw. Ja, nee, oké, geef maar eentje. We hebben gewoon 5 overnieuw. Hoofdtrainer, materiaal. Goed, sterk. Ja, het zal in je hoofd die vragen. Nee, ik zou gewoon aan de duimpjes zetten. Ik ben het trainer, die heb ik al vast. Ja, maar je pakt dit erna gewoon 3 nog op. Ja, dat is goed. Wat is die allemaal? Jakke Balkie. Hoofdtrain, Ron Jans. Ik hou er helemaal niet van. Moeten we in de gym altijd doen, maar krachttraining. Ja. Waar ben je altijd aan het draaien? Rad van Ricky. Ja. Julian Jenne deed dat altijd zo. Dus 2 dubbele schaar. Ja. Yep. Als we de 0 houden, heet het een? Zero spiel. Ja? In het Engels? Oké, we gaan nu naar Costa Rica op. Trainingskamp? Ja. En die andere nog? Clean. 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 Ja, ja, sorry. Ja, wel goed uitgelegd hoor. Zero spiel. Ja. Ja, is goed man. Goed gedaan. Dubbele schaar. Lekker gat. Zo. Ja, ik ben benieuwd wie er gewonnen heeft. Zo. Het was close call. En close... Doen we het nog een keer op Duits? Close aanroep. Ja, nu in het Duits. Kom op. Ja, we moeten het Duits uitleggen. Ja. En wat duidelijk uitspreken. Nou, laat het. Niet zoals de Tietje Pressing zijn. Allemaal gefeliciteerd, jongens. Jullie zijn de titel. Terechte winnaars. Vonden jullie heel goed vandaag. Dat wil ik een beetje op. Ik vond het niet eerlijk is, maar... Ik felicite Ricky en jij Rob. Hoe zit het? Ricky, gefeliciteerd. Dankjewel, maatje. Rob, dankjewel. Duitser, gefeliciteerd. Dankjewel. Solfie, gefeliciteerd. Oh, kach, jongens, dat was ik bijna vergeten. Oh. Helaas mag ik deze zelf niet in ontvangst nemen, maar we hebben nog wat leuks voor de winnaars. Heeft ons medeteam heel leuk uitgezocht. Dus deze krijgen jullie van mij helaas overhandigd en nogmaals gefeliciteerd. Mag ik het zelf houden? Ik vind het mooi. Ik ga lekker slaan. Hey jongens, proost vast op de kerst. Ja, proost, hoor. Oh, kijk het weer. Ja? Goed hè? Tip top.